In eerdere video's van Tijdvak 6 hebben we gezien dat het bestuur in de Nederlandse Republiek sterk decentraal was. Nu gaan we juist kijken naar een tegenovergestelde ontwikkeling die in Frankrijk. We gaan kijken naar het streven van vorsten naar absolute macht. Het gaat dus vooral over macht, politiek, maar die macht van die Franse koning, want we gaan naar Frankrijk, die strekt zich ook uit over de economie en de cultuur van Frankrijk. Oké, even terug naar tijdvak 4. Toen hebben we het namelijk ook al gehad over het streven van die Franse vorsten naar centralisatie. En ze gingen dat vooral doen nadat die 100-jarige oorlog tegen Engeland afgelopen was. Nu zitten we dus ondertussen in de 17e eeuw en die Franse koningen zijn alleen maar bezig geweest om hun macht verder te centraliseren. En nu komen we eigenlijk bij het hoogtepunt van die centralisatie terecht. We gaan kijken naar de regeerperiode van de Franse koning Lodewijk de 14e. En hier heb je hem op drie verschillende momenten in zijn leven. In 1643 is hij slechts nog een kleuter als zijn vader sterft. En daarmee is hij eigenlijk al meteen op 5-jarige leeftijd de koning van Frankrijk geworden. Maar goed, je kunt zo'n klein jongetje natuurlijk niet zomaar koning van een land laten worden. Dus zijn moeder regeert namens hem met behulp van een aantal adviseurs. En die adviseurs die bereiden hem ook voor, Lodewijk, op het koningschap. En in 1661 zegt hij, oké, nu ben ik er klaar voor, nu ga ik zelf regeren. En daardoor zal hij uiteindelijk uitgroeien tot de machtigste vorst van Europa. En zo laat hij zich dan ook graag afbeelden. En dat heeft hij op dit bekende schilderij uit 1701 natuurlijk gedaan. Dan is hij echt op het toppunt van zijn macht. Maar hoe is hij nou zo ver gekomen? Nou ja, dat begon dus al in zijn jeugd. Hij was dus al koning vanaf 1643. En zijn jeugd die was heel erg onrustig. Of beter gezegd, Frankrijk was heel erg onrustig tijdens zijn jeugd. Er waren allerlei twisten over de godsdienst, protestanten tegenover katholieken. En bovendien roerde de Franse adel zich ook aardig. Vooral de Fronde werd bekend als een grote opstand van edellieden die voor veel onrust in Frankrijk zorgde. En Lodewijk groeide dus op terwijl het onrustig was in zijn land. En hij wist, ik moet dit land gaan leiden. Dus hij wist ook, er gaat één ding gebeuren als ik koning ben. Het blijft rustig in Frankrijk. Er komt een einde aan die onrust. En als hij dan in 1661 koning wordt, dan zegt hij ook meteen tegen zijn ministers en tegen zijn moeder die namens hem geregeerd heeft, dank u wel allemaal, maar nu ben ik de baas. L'état, c'est moi. De staat, dat ben ik. Het bestuur, dat ben ik. En ja, daardoor zal hij uiteindelijk uitgroeien tot die machtige koning. En dat l'état c'est moi, de staat dat ben ik, dat kennen we ook wel als het absolutisme. En dat houdt in dat alleen hij beslist. Het absolutisme is een staatsvorm waarbij de koning alle macht heeft en alleen aan God verantwoording hoeft af te leggen. Hij hoeft dus naar niemand anders te luisteren. Kan hij wel doen natuurlijk, hij had ook allerlei adviseurs, allerlei ministers, maar die ministers konden uiteindelijk niets beslissen. Als alle ministers zeiden, koning, we moeten naar rechts, en Lodewijk zei, nou we gaan toch naar links, dan ging iedereen gewoon naar links. Hij besloot uiteindelijk. Hoe kan dat? Waarom luisterde iedereen naar hem? Nou ja, dat kwam omdat gezegd werd dat die Franse koning het droit de vin, het goddelijk recht had. Het goddelijk recht om als absoluut vorst te regeren. God had hem aangewezen als koning van Frankrijk. En zou je dus tegen hem ingaan, dan zou je eigenlijk ook tegen God ingaan. En dat wilde natuurlijk niemand. Oké, hoe pakte dat bestuur dan uit? Hoe kreeg hij die absolute macht? Hoe kreeg dat vorm in Frankrijk? Nou, het kreeg vorm op verschillende gebieden. Op politiek gebied moest hij natuurlijk die adel kort houden. Hij wilde geen onrust meer. Dus hij wilde minder afhankelijk zijn van zijn adel. Dat deed hij door ambtenaren aan te stellen. Die hielden toezicht en die voerden het bestuur uit. Het leger, dat vormde hij om tot een beroepsleger. Het Franse leger werd het grootste leger van Europa. Het sterkste leger ook van Europa. Dat ging hij ook veelvuldig gebruiken om de macht van Frankrijk verder uit te breiden. De Republiek kreeg daar bijvoorbeeld veel last van. En hij zorgde er ook voor dat die adel natuurlijk niet begon te klagen. Hij bouwde een groot paleis bij Versailles, net buiten Parijs. En daar hield hij allerlei concerten en er waren allerlei voorstellingen en er werden grote feesten gehouden. En de adel werd verplicht om een gedeelte van het jaar op Versailles te blijven. En die werden daar vermaakt en die zouden dan ook niet gaan klagen. Iedereen wilde graag op Versailles zijn, wilde in nabijheid van de macht zijn. Op economisch gebied luisterde Lodewijk de 14e heel goed naar minister Colbert, die we hier zien. Die zal het mercantilisme bedenken. En dat is iets wat we al in een eerdere video ook hebben gezien. Toen het ging over die wereldeconomie en die opkomende zeehandel. Wat was dat dan ook alweer, dat mercantilisme? Nou, dat is een economisch stelsel dat de bestaansmiddelen in het eigen land wil versterken door de export van eindproducten te bevorderen en de import ervan te bemoeilijken. Oftewel, Lodewijk wilde ervoor zorgen dat de Fransen meer Franse producten zouden kopen en minder buitenlandse producten. En buitenland zou juist meer Franse producten moeten kopen. Op cultureel gebied trok Lodewijk ook alle macht naar zich toe. Hij was zelf katholiek en dat betekende dat er een einde kwam aan de godsdienstvrijheid voor de protestanten.
Die Hugenoten, want zo worden de Franse protestanten genoemd, die had die godsdienstvrijheid gekregen bij het Edict van Nantes. En dat trekt hij nu weer in, dat wordt herroepen en dat maakt een einde aan die godsdienstvrijheid. Alleen het katholieke geloof is nog toegestaan. Ook daarin zegt Lodewijk dus heel duidelijk, ik beslis. En dat allemaal om de rust en de stabiliteit in zijn land voor elkaar te krijgen. En daarnaast wil hij Frankrijk ook vooruit helpen. En daarom ging hij ook heel erg investeren in de kunst en in de wetenschap. Hij richtte allerlei koninklijke academies op, zoals bijvoorbeeld die van de dans, zoals bijvoorbeeld die van de wetenschap, waar de beste mensen op dat gebied bij elkaar kwamen. En zo konden zij profiteren van elkaars kennis en zo konden zij zichzelf en dus ook hun gebieden steeds verder ontwikkelen. Over die wetenschappelijke academie zullen we het ook nog even hebben als we het gaan hebben over de wetenschappelijke revolutie.